Het is vandaag zondag en het is een beetje, het was vanmorgen ontzettend warm en ik ben lekker bezig sporten en het is nu een beetje aan het betrekken. Ik had om 2 uur had ik zoiets van, wat ga ik doen? Je hebt hier vlakbij, of tenminste waar ik woon, 20 minuten daar vandaan heb je Melville. Dat is een gedeelte van Johannesburg, heel gezellig, met een hele leuke strip met allemaal bars en restaurants. En wat je ook daar hebt is 27Boxes. En ja, de naam zegt het al een beetje, 27 boxen. En daar bedoelen ze mee containers, zeecontainers. Allemaal naast elkaar en op elkaar gezet. En in die boxen zitten dan hele kleine winkeltjes met allemaal, ja, hele leuke dingetjes. Allemaal heel erg artistiek eigenlijk. Het is een beetje, hoe moet je dat noemen? Ja, het is een soort van markt, maar dan dus gevestigd in allemaal zeecontainers. Je hebt heel veel winkeltjes met allemaal kunst en heel veel winkeltjes met allemaal handgemaakte sieraden en handgemaakte kleding met allemaal stoffen van hier, zeg maar. En je hebt ook een Cronut bar. En ik had er nog nooit van gehoord en jullie waarschijnlijk ook niet. Dus ik heb het geprobeerd en dat is een... Eigenlijk is het een combinatie van een donut en een croissant samen. Dus het is een croissant dan in de vorm van een donut, maar dan heel erg hoog gebakken. En dan doen ze met een spuitzak doen ze de smaak die jij wilt. Ik had peanut butter, pindakaas. En dat spuiten ze dan in die croissant eigenlijk. Zodat die dan een hele vulling aan de binnenkant krijgt. En dat doen ze aan de bovenkant doen ze dan nog een klein laagje vloeibare pindakaas. En dan met nootjes eroverheen. Oh, het was echt zo lekker.